Hallo, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag gaan we beginnen met de les 150. Ik heb hier een file al gemaakt van 3500 bij 2333 en een resolutie van 240. Dat kun je dus hier aanmaken. En hier kun je de gegevens invullen en dan klik je op OK. Ik open dan de eerste foto. Je kan hier een printscreen van maken. Ik pak dan de selectietool. Ik selecteer dit gedeelte. Doe dan Ctrl-X. Deze haal ik weg, heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V. Doe dan Ctrl-T. Met Shift inhoudend trek ik hem hier naar links en hier naar rechts. Trek hem naar beneden toe. En dan ga ik zonder Shift inhoudend trek ik hem hier zo naar boven. En daarna klik ik op Enter. Ik pak dan hier de Magic Wheels Tool. Ik ga op deze laag staan en ik klik hierop. Daarna ga ik op deze laag staan en dan klik ik hierop. Ik open dan de tweede foto. Je kan hier dan een printscreen van maken. Met Alt en scrollen met de muis maak ik hem wat kleiner. Ik heb hier weer de selectietool. En ik selecteer hem ongeveer tot hier. Doe dan Ctrl-X. Deze haal ik weg, die heb ik niet meer nodig. Ik ga dan op deze laag staan. Ik doe dan Ctrl-V. Ik doe dan Ctrl-T. Ik trek hem helemaal hier mooi naar boven toe. Shift en want trek ik hem hier naar rechts. En dan zonder Shift trek ik hem naar boven toe. En daarna klik ik op Enter. Ik ga dan naar deze laag. Ik pak dit icoontje. Ik pak dan Color Balance. Ik klik deze aan. En ik ga deze naar rechts halen. En deze naar links. Dan open ik de volgende foto. Ik kan hier een printscreen van maken. Ik ga dan hier naar de Magic Wheels Tool. En ik klik dan op het witte gedeelte. Ik pak hier dan de selectietool. Ik selecteer hem. Doe Ctrl-X. Deze foto haal ik weg. Heb ik niet meer nodig. En dan doe ik Ctrl-V. Ik haal hem hier bij de pijltoets omlaag. Zet hem op de positie waar ik hem wil hebben. Zo, dan doe ik Ctrl-T en dan trek ik dit gedeelte zo naar beneden toe en daarna klik ik op Enter. Ik maak hier een masker aan, zwart bovenin, de brush tool, ga inzoomen en dan ga ik deze lijn ga ik weghalen. Zo. Andere kant. Zo, dan ga ik naar dit icoontje, pak breid contrast, klik deze aan, maak hem wat donkerder, wat meer contrast erin. Daarna ga ik weer naar dit icoontje, pak een color balance, trek ik deze naar rechts toe. Zo. En dan open ik de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. Ik pak dan hier de Quick Selection Tool. En ik ga de hand ga ik selecteren. Ik haal dit gedeelte ook weg met Alt inhoudend. Daarna doe ik Ctrl-X. Deze haal ik weg, die hebben we niet meer nodig.
En daarna doe ik Ctrl-V. Hij staat dan op de bovenste laag. Ik pak hier de pijltoets. En ik sleep hem zo naar beneden. Ik ga dan even inzoomen. Ik pak hier de gum. Maak hem wat groter. Zo. Dan pak ik hier de borstel. Maak hem ook even wat groter. Hou Alt in. Ik klik dit aan om te klonen. En dan klon ik dit eventjes zo. Daarna pak ik weer de gum. En dan ga ik dit weer halen. Ik ga dan hier naar dit icoontje. Bereid eens een contrast. Klik deze aan. Maak hem wat donkerder. Daarna klik ik deze weer aan. Pak ik color balance. Ook hier klik ik deze aan. Dan ga ik de geel eruit halen. Zo, dan klik ik daarna deze nog even aan. Ik ga daarna hier naartoe. Ik heb nog steeds de gum. Zo. Ik ga dan hierboven op de bovenste laag staan. Ik hou Shift in, klik deze aan. Rechtermuisknop, Merge Layers. Ik ga dan met Ctrl inhoudend op dit plaatje klikken. Ik ga dan hier naar selectie. Ik kies hier voor Modifel, en dan kies ik hier voor contract. Ik zet hem op 2 en daarna klik ik op OK. En dan zie je dat hij tussen 2 mm naar binnen is gekomen. Ik vind het te weinig. Ctrl-Alt-Z. Nog een keer select. Modifel, contract. 3. Oké. Ctrl-X. Dan halen we deze weg. Die slepen we naar de prullenbak. Linkermuisknop ingedrukt. Sleep hem hierin. En daarna doen we Ctrl-V, pak hier de pijltoets en leg hem hier zo beneden neer. En daarna klik ik hierop. We klikken dan heel even de hand uit. We gaan dan op deze laag staan. We doen dan hier even rechtermuisknop en dan create de clipping mask. We gaan dan helemaal tot beneden toe. Shift en houdend gaan we deze aanklikken. En dan doen we rechtermuisknop Merge Layers. Dan zeg ik File, Save As. En dan ga ik hier naar PNG. Dan kies ik voor deze foto met rails. Zo kun je hem noemen. Want die hebben we namelijk zometeen nodig. Hij is even hier aan het opslaan. Dat duurt eventjes. Ik doe dan weer Ctrl-Alt-Z. Dan krijg ik al mijn lagen weer terug. We klikken daarna weer de hand aan. En we openen de volgende foto. Je kan hier een printscreen van maken. Je gaat daarna hier naar de Magic Erase Tool. En dan klikken we op het witte gedeelte. Daarna pakken we de selectie. Maak hem wat kleiner, Alt en touw en scrollen met de muis. We gaan hem selecteren, Ctrl-X. Daarna gaan we op de bovenste laag staan. En dan doen we Ctrl-V. We doen dan Ctrl-T. Hou de Shift in en we maken hem kleiner. Dan moet je zelf gaan bepalen hoe groot jij hem wilt. En ik wil hem ongeveer tot hier hebben. Vind ik wel leuk zo. En dan klik ik daarna op Enter. Daarna gaan we de foto openen die we net opgeslagen hadden. We pakken de selectie tool. We selecteren hem. Doen dan Ctrl-C. Deze doe ik weg. We gaan dan op deze laag staan en daar doen we dan Ctrl-V. We doen dan Ctrl-T. We houden Shift in en we trekken hem zo naar binnen toe. Maar hij mag dus niet over de cirkel heen komen. Zo. Daarna klikken we op Enter. We doen dan nog even Ctrl-T, rechtermuisknop en dan kiezen we voor Flip Vertical. En daarna klikken we op Enter. We gaan dan met Ctrl hierop klikken. We klikken dan met de rechtermuisknop op het plaatje Select Inverse. Ik ga dan inzoomen. Ik pak dan hier de gum. Ik maak hem groter. Ik ga namelijk eerst de grote stukken weghalen.
Als je fout gaat, doe je gewoon Ctrl-Alt-Z. Zo. We gaan inzoomen. We maken hem een stuk kleiner. En je moet proberen dat je binnen de cirkel blijft. Doe je dit niet, dan krijg je dit te zien. Ctrl-Alt-Z als je fout gaat. En dan gaan we zo alles weghalen. Ctrl-Alt-Z. Ging eroverheen. Zo. Zo. Hier is de balk wat breder. Dus hier kunnen we makkelijker eroverheen gaan. Kijk. Zo. Zo. En daarna klik ik hierop en dan één keer hier op de grijze achtergrond. We doen dan Shift deze laag aanklikken, rechtermuisknop en dan Merge Layers. We gaan dan hier naar Filter, Blur, Gaussian Blur. En ik heb hem hier op 1.4 staan. Je zou hem nog iets waziger kunnen maken, 2.1 en daarna klik je op OK. Daarna gaan we hier naar Filter en dan kies je weer voor Liquify. We maken hem wat groter en dan gaan we op de foto klikken zodat hij wat boller wordt. En daarna klikken we hier op OK. We gaan hem dan hier wat waziger maken. We maken hier dan een mask aan. We pakken dan hier de bustel, zwart bovenin. We gaan inzoomen en we trekken dit gedeelte zo weer terug. Want die bal, die glazen bal, ligt natuurlijk in zijn hand. Dus dit moet weg. Zo. En dat doen we hier ook. Zo. We draaien hem dan hier om. We maken hem kleiner. En dan kunnen we dit stukje herstellen.
terrein weer om. Dan pakken we dit stukje even. En dan is de foto klaar. Nou, ik hoop dat jullie weer wat geleerd hebben. Heb je vragen, mail me gerust. info@gratisleren.photoshop.nl of bereik me via Facebook onder de naam Olaf Bok. Like deze les als je hem leuk vond. En ik spreek je snel weer. De groetjes. Hai hai.